dit jaar staat het jaarthema van de gemeente Tiel in het teken van wijk en buurt. In een reeks programma's ziet u een aantal voorbeelden van initiatieven die door burgers van Tiel zelf zijn opgepakt. In deze aflevering nemen we een kijkje bij de aanschuiftafel in Tiel Oost. Een maandelijkse bijeenkomst waar voor een goedkoop bedrag een maaltijd wordt geserveerd. Aan Otto Jansen vroegen we hoe het een en ander tot stand is gekomen. Het initiatief van de aanschuiftafel is tot stand gekomen op een gegeven moment door twee dames van de gymclub. Die zijn er ooit mee begonnen. En die hebben een keer een soepmaaltijd gemaakt en dat was redelijk geslaagd. En toen hebben we Moziek erbij ingeschakeld. En toen zijn we via Moziek hebben we de aanschuiftafel opgericht. En we zijn begonnen met 15 mensen. En momenteel zitten we tussen de 35 en de 40 man. De aanschuiftafel in Tiel Oost is een maandelijkse gezellige bedoeling. Wat betalen mensen om deel te nemen aan de aanschuiftafel en wat krijgen ze ervoor? De mensen betalen 5 euro voor het eten. Daar krijgen ze een borreltje bij, daar krijgen ze een bakje koffie bij. En met Pasen krijgen ze een leuk presentje. Met de kerst doen we meestal een presentje als er geld is. En als er nog eens een keer geld over is, dan doen we met de vakantie ook nog iets. Ik ben hartstikke blij dat ik een volle zaal heb iedere maand. En door de hoeveelheid kunnen we op 5 euro blijven zitten. Tot slot vroegen we aan Otto waarom hij dit werk doet. Ik ben ooit werkloos geworden en toen moest ik gaan solliciteren. En toen heb ik met Moziek een contract afgesloten dat ik in de wijk rond ging lopen. Dat ik de aanschuiftafel ging doen. Ik heb ook nog voor de diabetes wat georganiseerd hier. En zodoende hoefde ik niet meer te solliciteren, maar kon ik vrijwilligerswerk gaan doen. Ik hoef inmiddels geen vrijwilligerswerk meer te doen. Al 2 jaar niet meer, maar ik blijf ermee doorgaan. Want ik vind het zo geweldig. Ja, dat leef je vanaf. Daar leef je naartoe iedere maand.